Zo, de eerste kanaal heb ik dus al uitgezocht voor jullie. En dat is van het volgende kanaal. En waarschijnlijk herkennen jullie haar wel zometeen alvast als ik de foto zometeen al laat zien. Ja, ik laat jullie het gelijk zien wie het is. Nou, die kennen jullie wel toch? Dat is Zavanja Hummel. Ja, Zavanja. Dit is haar eerste nieuwe vlog. Haar allereerste. Ik zal het eventjes aandoen voor jullie, zodat jullie even kunnen kijken. Dat was dus Zavanja. Ja. Ik laat even haar eigen kanaal eens even zien. Zo ziet haar kanaal eruit. Ja. En ze heeft nu nog 87 subs, abonnees. Dus die mag ook wel een duimpje. Ja, en ook gewoon eventjes een gewoon heel veel abonnees erbij krijgen. Nou, dat was dus weer Zavanja. Ik ga zo meteen weer door met onze tweede. Ja, dat is de heer naast mij, Roderick Staalman. Ja, dus daarbij laat ik ook nu zijn kanaal zien. Ja, ook zo spannend. Zo, dit is dus Roderick, zijn kanaal. Hij vindt nog heel weinig. Hij gaat wel groeien, hoop ik. Hij heeft nu nog 8 abonnees. Ja, en dan ga ik even een hele leuke zoeken. Moet ik even kijken. Ja. Geweldig, leuk. Ik vind die niet leuk. Ik klik hem wel aan, maar die gaan we niet kijken. Nee, nee. Absoluut niet, omdat ik dat niet wil. Maar ik wil gewoon wat anders zien van hem. Dus ik ga weer even terug. Ik ga gewoon even jullie een beetje pesten. Vind ik gewoon grappig. Even kijken. Groen. Bijna. Ja, mijn sokjes, ja. Goedenavond allemaal, welkom bij de Trots en de Varen. We hebben vanavond een tiental onderwerpen en waaronder het vervoer met de bus, wie kent het niet. Je komt te laat voor je werk, je komt te laat voor je afspraak en dan kom je ook een keer te laat. Waaronder ik dus ook zelf. We hebben hier Wouter Rots voor uitgenomen van PVCDA. En Wouter, welkom. Goedemiddag. Goedendag. Wouter, ik vraag me af van goh, wat kunnen we eraan doen aan de bussen? Aan de bussen is goed. Er moeten minder bussen komen, dat nog meer mensen veel te laat op werk komen. Dus dat is prettiger voor de economie. Meer mensen zijn langer onderweg, moeten meer uitgeven aan benzine en buskaartjes.
Dus gaan meer mensen met auto. Dat is beter voor mij en beter voor iedereen. Oké, en dus eigenlijk de armen die zakken erin. Exact. Oké, Wouter Trots, zijn er nog concrete plannen voor besloten voor de toekomst? We hebben banden met Al-Qaeda. Zij gaan bushokjes opblazen. Okay. We hoeven niet onze duur aangeschafte tanks op te blazen. We kunnen gewoon in Nederland komen, een bushokje opblazen. En mensen mogen dan zelf nieuwe bushokjes plaatsen. Ook weer goed voor werk, meer inkomstenbelasting betalen. Ook goed voor Wouter Trots, voor mij dus, voor rijkbelasting. Oh, iedereen mee. Nou, dat was dus weer Roderick Stelman. Hij ligt hier even helemaal in een deuk. Maar dat maakt me helemaal niks uit. Nee, dat maakt me echt helemaal niet uit. Nee, maar we gaan gewoon weer verder met de volgende. Ja. En dat is van ons lieftallige, mijn goeie, nou ja, goeie ook niet. Maar ik ken haar dan ook nog niet privé. Ik hoop dat ik dat eens een keertje mag gaan beleven. Net zoals Mr. Storytime zelf, die ken ik ook al privé. Ja. Maar daar hebben we het nou niet over. Ik dwaal weer een beetje af. Janneke van Huisje Weltevreden. Dus ik laat jullie die eerst even zien. Eerst de video en daarna weer haar eigen YouTube kanaal. Zo, dit is dus van Janneke. Ik zal hem even weer helemaal vanaf begin af aan doen. Maandag. Yay! E-mailadres had veranderd in die natuur. Oké, wat hebben we nou? Dat ziet er lekker uit hoor. Mooie intro. Ben er jaloers op? Het is vandaag maandag 22 januari. Ik ben Janneke van Huisje Weltevreden. Ik zorg dagelijks met mezelf, de kinderen, gastkinderen, huisdieren. Ja, genoeg. Huppelt. Dan ga ik er een beetje doorheen. Compleet iets van te maken. Wat dan gratis te krijgen is. Ja. Maar goed. De dag. Ik zit hier tegen een hele grote tafel aan te kijken. Dat is één van de missies van vandaag. Om dit eventjes netjes op te ruimen. Zeker niet die dat had gedaan. Dus meteen maar even gebeld. Want dan zit dus iemand in mijn account. En die kan dus mijn betaalgegevens gebruiken. Die kan het adres wijzigen. Want je kan iets dus laten sturen naar een ander adres. En dan krijg ik de factuur toegestuurd, zeg maar. Dus ik heb net gebeld en gelukkig het hele account is verwijderd nu van mij. Dus ik moet gewoon even weer een nieuw account maken. Als ik dat wil, als ik weer wat wil bestellen, maak ik gewoon weer een nieuw account aan. Maar voorlopig laat ik het maar even zo. Ik denk ook niet dat ik nog een account neem, maar dat ik gewoon los bestellingen doe. En dan maar iedere keer mijn naam invullen. Is hartstikke link dit. Dus mensen, als je dit hebt, als er opeens een rare mail komt dat je mail gewijzigd is of wat dan ook. Niet intrappen, bellen, laat het zorgen voor dat het meteen verwijderd wordt. Dit is echt, ik haat dat soort mensen. Ga lekker werken voor je geld, weet je. Ga lekker zelf je kleren kopen. Ik word er zo boos van. Nou, dat was dus Janneke van Huisje Weltevreden. En ik zal even haar kanaal eens even laten zien. Kijk, dat ziet er al heel leuk uit. Moet ik ook nog een keertje doen. Ja, maar oké, daar hebben we het nou niet over. Nee, dit is dus haar kanaal. Ik zou zeggen, ben je nog niet op haar geabonneerd? Doe het even snel. Kijk, bij mij is ze hier ook. Maar als je dat nog niet hebt gedaan, is deze dus rood. Dus abonneer en doe dat belletje aan. Want dan blijf je op de hoogte. Nou, en toen hadden we weer een andere leuke selectie. Dat is van mijn eigen bloedeigen broer. Ja. Die heeft dus ook een YouTube-kanaal. En hij doet niet meer dingen vertellen over YouTube, maar of iets heel anders. Hij is heel anders begonnen. Dat is, hij legt nu dingen uit over, Second Life. Ja, dan heb je zoiets, Second Life. Ja, dat is dus, dat is een wereldwijd grote spel. Dus die kun je gewoon downloaden. En als je daar iets meer over wil weten, ik zou zeggen, kijk zijn kanaal. Nou, dit is dus zijn kanaal van mijn broer. Hij heeft nog maar 6 abonnees. Dus hij mag ook wel wat groeien omhoog gaan. En dan zal ik eens eventjes een leuke video's voor jullie uitzoeken. Ja. Hij is al lekker bezig, zoals jullie zien. 3 weken terug, 3 weken, 3 weken. Dan gaan ze maar door.
Yep. Welkom, mijn naam is Arend van Beek. In deze video gaan we ons allereerste ritual aanmaken. En hij heeft ook een eigen website, wat jullie zo zien. Zoals je wellicht weet, zijn we in de vorige video geëindigd met een nieuwe account. Deze hebben we aangemaakt, hier zijn we mee ingelogd. En laten we eens gaan kijken, zoals ik het dan noem, in the world. Nou, ik heb mijn viewer al klaarstaan, opgestart. En ik klik op login. Nou, dat kan eventjes duren, afhankelijk van de snelheid van jouw PC. En dan ga ik even doorscrollen voor jullie. En ik kom in de Grid Manager uit. Op de standaardpagina waar we altijd mee beginnen, systeem users. Nou, van daaruit klik ik gewoon weer op het hamburgertje linksbovenin. Ik kus op een region name. Nou, misschien wel. Kijk. Dat staat ook bovenin in je viewer. En er staat grid position. Nou, dat is handige informatie om te weten. Daar kom ik zo meteen op terug. Nou, ik ga hier de naam bedenken. Demo. Test. Dit wordt mijn region naam. Nou, dan kan ik vervolgens verder gaan kijken in mijn lijst. Listen IP heb ik op dit moment niet nodig. Dit ga naar de binnenfolder. Region.ini file. Nou, dit is dus mijn broer Harrit van Beek. En hij heet op YouTube OpenZim, helemaal aan elkaar. En anders kun je de link wel onder in mijn beschrijving vinden. Dat ga ik dus niet doen, dat gaat Roderick allemaal voor jullie in elkaar zetten. Joehoe. Ja. Zo, ik heb nu een hele grote verrassing voor jullie. Zoals jullie weten, ben ik een eigen YouTube-kanaal gestart, al heel lang terug. Alleen, ik ben nu aardig lang al bezig. Nou ja, lang. Maar ik ben gewoon weer goed bezig. Door meneer Hiro naast mij. Dus hij mag ook een goede shout-out krijgen, natuurlijk. Want door hem ben ik bezig weer aan het vloggen voor jullie. Gewoon mijn leven. Maar, door YouTube ga je ook weer mensen leren kennen. Zoals Mr. Storytime. Waar ik het al eerder over had, net in deze vlog. Mr. Storytime, dat is een schat van een jongen. Echt. Hij is klein, kleiner als mij, maar het is een schatje, echt waar. En ga geen misbruik van hem maken, want als je dat doet, kom je ook aan mij. Ja. Maar oké, maakt niet uit. Maar, hij is van de week, hoe lang is hij live geweest? 7 uur en ik zat op een uur. Dus hij is heel lang bezig geweest, maar doordat hij dus lang online is geweest, hebben wij dus nu ook een gezamenlijk met die hele groep een eigen YouTube kanaal gestart. Ja, en die YouTube kanaal laat ik jullie dus zometeen zien. Ja, dus als, voor die YouTube kanaal, daar komen dus ook allemaal andere video's in. Dus niet alleen maar van mij, maar ook van andere collega's. Dus zoals van Roderick, van mijn moeder en van Mr. Storytime zelf, van Melanie, Sabrina. Ga zo maar even door. Van Het is Rick, komt er ook in voor. En ga zo nog even door van Dien. Ja, dus dat wordt alleen maar leuk. Maar bij deze, ik ga nu gelijk eventjes de kanaal laten zien. Helaas staat nog geen video's op wat jullie wel kunnen zien. Dat is nog allemaal in de maak. Dit is nog heel erg in de kinderschoenen. Wat jullie wel zien. Ja. Nou, zo heet deze kanaal dus. Mr. Storytime Squad. Zeg ik dat goed? Squad? Ja, ik zie hier naast dat het goed uit is gesproken. Ja. Nou, de squad Mr. Storytime zit er zelf in. Meneer Aske, Het is Rick, Erik Jan TV, Lieke, DJ Dian, Aske, hoe? Wat? Dien, sorry. DJ Dien. Melanie, Sabrina, ik zei de gek, ja.
Nee. Ik denk, nou, ik ga even kijken. Maar er zijn 12 en geabonneerd. Met ik erbij zelf ook. Dus ja, dit is dus eigenlijk de kanaal waar nog heel veel video's op te beleven gaat zijn en te kijken valt. Dus ben je nieuwsgierig naar dit kanaal? Abonneer! Dus gewoon inderdaad op dat rode button en het belletje aan. En dan blijven jullie van alle van iedereen op de hoogte. Hij gaat nu alleen maar weer lachen. Een shout-out naar Het is Rick. Ja, eigenlijk naar iedereen die ik nou hier in deze vlog laat zien. Ja, ik ga de YouTube-kanaal van Het is Rick laten zien. Het is een spontane jongen. Zo komt hij bij mij over. En ik laat even bij deze gelijk zijn kanaal zien. Nou, dit is dus Het is Rick. Ja, dit is zijn kanaal. Hij heeft ook Instagram en hoe heet dat? Snapchat. Ik kwam er even niet uit. Maar oké, maakt niet uit. Hij heeft nog maar 43 subs, dus abonnees. Vind je dit interessant? Ik zou zeggen, abonneer op zijn kanaal en doe dat belletje maar weer aan. Want dan blijf je op de hoogte, want dan krijg je een e-mail in je inbox. Ja. Nou, ik ga wat laten zien aan jullie. Ja. Niet schrikken. En er staat een wall to air. Oh, ik zal even een stukje naar voren. Yo mensen van Het is Rick, ik ben Rick, Het is Rick. En ik ben vandaag met een nieuwe video en alweer gewoon Rocket League. Gewoon omdat ik het heel leuk vind om te filmen. Maar vandaag niet gewoon gameplay. Want zoals jullie zien, ik ga gewoon naar training toe. Custom training. Favorites. En er staat een wall to air dribble. En zoals jullie waarschijnlijk in de titel al hebben gezien, staat er van slecht naar beter. Wall dribbles. Ik wil mezelf wall dribbles leren. Ik heb een beetje geoefend, maar ik kan het nu nog heel slecht. En ik wil eigenlijk jullie wel een beetje meenemen in mijn progressie om beter te worden. Dus nou, ik ga er een stukje doorheen, want dan zien jullie wat meer. Eigenlijk heb ik niet veel meer te zeggen. De gameplay wordt waarschijnlijk iets meer versneld. En ik zie vanzelf wel wat ik van meer doe met editing. Maar ik ga nog maar spelen. Zoals je ziet, ik ga nu even een voorbeeldschot laten zien. Dat is cool hoor, met je auto vliegen, ja. Ken je dat ook in het echte leven? Nee, helaas, pindakaas. Maar oké. En die bal schrok eigenlijk ongeluk, maar oké. Die vond ik zelf wel best mooi. Even replay kijken. Dat is nog niet heel goed, maar ik ga door naar de tweede schot van deze training. Nou, dit is dus zijn kanaal van, ik ben eigenlijk rechts, maar ik doe nou mijn muis met links bedienen, maar oké. Dus ik zou zeggen, ben je nog niet geabonneerd op Het is Rick, doe dat dan nou snel. En je blijft op de hoogte van zijn video's. Zo, dit is alweer de ene laatste. Ja, het is ook een politievlogger, maar geen Jan Willem. Nee, maar politievlogger Tess. Ja, ze werkt ergens in Amsterdam. En haar kanaal laat ik jullie nou even zien. Nou, dit is dus de kanaal van de politievlogger Tess. Ze doet het super goed, moet ik eerlijk bekennen. Ben je nog niet op haar geabonneerd? Doe dan ook gewoon weer zo snel mogelijk om... bij mij is het dus die grijs wat je ziet. Maar gewoon als hij bij jou rood is, op de rode knop en het belletje aan. Sowieso. En dan laat ik eventjes een kleine impressie van haar video zien. Blauwe handschoentje bij je? Ja. Okay. Het is niet heel veel hoor wat je ziet, maar een beetje. Goed dat je kijkt naar een nieuwe vlog.
Nou, in deze vlog neem ik jullie weer mee tijdens een noodhulpdienst. En tijdens deze dienst krijgen wij een melding van een steekincident. En ik kan niet alle beelden aan jullie laten zien, maar tussendoor zal ik uitleg geven in hoe wij te werk gaan tijdens dit incident. Laten we beginnen. Er springt weer een reis. Hangt van de derde tot de vierde. Automatisch remsysteem. Er staan veel mensen buiten. Zo, de hiktes. Kan ik wel naar boven naar mijn huis? Op welke verdieping dan? Hier één hoog. Ja hoor. Oké, okay, ja. Zie je al van alles, dus ik schrik me een beetje dat. Nee, je kunt hier gewoon één hoog. Oké, ja hoor. Dank je. Ter plaatse gegaan en zag inderdaad een persoon ja, op de vierde verdieping hangen van het balkon, of zat op het randje van het balkon. En de brandweer was aanwezig voor een eventueel springkussen, die legde ze dan onder, dat mocht iemand aan de springen opvallen. Dat wordt op... En dan scroll ik nog weer een beetje door voor jullie. Kijk, dit is ook wel leuk om dat even voor jullie te weten. Als wat is wat te snel gaat, dan laten ze het even zien met tekst in beeld. Ja, net zoals wat politie Jan vlog, de politie vlog Jan Willem ook doet. Als een setje voor je klaarleggen, anders? Nou, als het lukt, dan scroll ik deze een beetje helemaal door. Ik onderbreek de beelden even omdat het om een heftig incident gaat waarbij een slachtoffer zwaar gewond is geraakt. Ik zal nu op deze manier uitleggen wat wij tijdens dit incident hebben gedaan. Nou, wij kwamen aanrijden, hebben direct in de omgeving gekeken of wij misschien een mogelijke verdachte in zicht hadden. Of wij misschien inderdaad iemand zagen dan met een mes. Dit was niet het geval. We zijn uitgestapt. Ik heb direct de AED gepakt. Dat, omdat het om een slachtoffer gaat van een steekpartij, deze misschien tijdens het incident misschien dan nog wel nodig is. Dan heb ik hem al meteen bij de hand, in plaats van dat ik hem uit de auto moet pakken. Nou, mijn collega die is meteen de getuigen gaan verhoren voor het signalement van de verdachte. Ik ben naast het slachtoffer gaan zitten. Ik heb het slachtoffer gevraagd of het een bekende verdachte was. Of in ieder geval wat het signalement van de verdachte was. Dit gaf ik weer door aan mijn collega. Mijn collega die gaf het weer door aan het OC. Dat de overige eenheden die dan ook op zoek waren naar de verdachte, of in ieder geval die gekoppeld waren aan het incident, uit konden kijken. En op dit moment wachten we dus op de komst van de ambulance. Die wacht op het zijn veilig. Dat wij dat ze in ieder geval veilig ter plaatse kunnen komen en veilig kunnen werken. En dat wij ja, hun eigenlijk kunnen garanderen dat, dat de verdachte niet meer aanwezig is. En, ja, dus we wachten even op de ambulance en dan ga ik jullie daarna weer meenemen wat er gebeurt als de ambulance ter plaatse is. Nou, dat is dus de politievlogster Tess. En wat ik al eerder zei, ben je nog niet geabonneerd, doe er dan snel op de rode abonneerbutton en doe het belletje aan. Nou! Ja, en last but not least. Ja, mijn eigen moeder, Corina Luisterburg de Jong. En dat is één achternaam. Ja. Ik ga gelijk zometeen weer gelijk even haar kanaal laten zien en een leuke filmpje. En wat voor filmpje, dat blijft nog even een verrassingje, toch? Vanzelf. Zo, dit is de kanaal van mijn moeder. Dit, zo typ je haar naam in. Ze heeft nog maar 86 abonnees. Dus... ook hetzelfde liedje weer. Ben je nog niet geabonneerd? Doe het dan snel en doe het belletje aan. Want dan blijf je weer op de hoogte van haar video's die dan online komen. Ja, en jij mag trouwens eentje mooi uitzoeken. Ik zou zeggen, pak er eentje en kijk, ik doe helemaal niks. In mijn, hoe heet dat dingetje nou? Daarnet zeg ik het nog, mijn GoPro neem ik mee. En ja, je hebt hier die gekke winkeltje, je mag niet vloggen erin.
Dus iedere keer bij je binnenkomst zet ik hem uit, bij je uitgaan zet ik hem weer aan. Ja. En dus. En ik zal eerst meneertje buiten laten. Kan ik me in die tussentijd klaarmaken? Okidokie. Nou, tot later. Doei doei. Nou, dat was mijn dochter. Nou ja, dat was dus mijn dochter, Karin van der Werf. Ik heb ook trouwens nog een zoon, die vlogt ook. Dat is Harriet van Beek. H-A-R-R-I-T van Beek, ja. Dus die kunnen jullie ook ergens somewhere op YouTube vinden. Dat, wie weet. En dan scrollen we hem een beetje door. Niet zo ver. Even kijken waar. Even kijken waar hij is. Dan is hij daar al. Dus dan gaan we daar naartoe. Want anders moet hij heel ver inladen. Kijk maar nou, is hij nog niet zo ver. Nee, en zij heeft dus ook een GoPro, net als wat ik heb. En dat vindt ze geweldig om jullie daarin mee te nemen. En ze loopt niet meer zo heel goed. Dus zij heeft gewoon een scootmobiel / booster. Beetje toffe muziek. Nou, ik scroll wel een beetje door. Ja, oké, hij pakt hem. Dus ja, ik zou zeggen, volg mijn moeder ook. Geweldig, leuk. Ik zal nog even één keer haar kanaal laten zien. Ik onderbreek hem gelijk even, wat erg ook hè. Dus dit is haar kanaal en ze heeft aardig wat video's. Ik zal eens even kijken hoeveel video's ze al heeft. Kan ik dat zien hier ook? Nee, kan ik niet zien. Hè? Achterleer de vlog. Zie je dat dan weer dan? Linksboven. Waar? Linksboven. Ja, waar pijltje? Acht. Ja, maar dat klopt ook niet, want ze heeft al een keertje eerder per ongeluk meerdere gedaan. Maar dat maakt niet uit. Kijk, want hier ook. 90. Oh ja, het zal wel allemaal. Maar oké, maakt niet uit. Ze is net een half jaartje bezig. Dus ik zou zeggen, gewoon weer abonneren. En dan komt het helemaal goed. Alle YouTubers die ik nu in beeld heb gehad. Een grote shout-out naar jullie, toch? Ja. Dus wij vinden gewoon dat jullie ook weer lekker mogen groeien, lekker omhoog gaan. En dat jullie het gewoon super en super en geweldig super doen. En gewoon een dikke shout-out naar jullie. Ja. En een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan op Dirk, want op iedereen die wij hebben genoemd. Ook zonder de links of wat dan ook. Ben je er nog niet op geabonneerd? Gewoon doen. En dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En tot volgende week zondag.